Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een zonovergoten dag hadden we vandaag. En ook een heel warme, tropisch op veel plaatsen, hoge temperaturen. Normaal voor Nederland duren dat soort perioden nooit zo lang met die extreem hoge maxima. Maar dat is ditmaal anders. We hebben te maken met een stevige zuidelijke stroming. Daar hebben we morgen mee te maken. En die stroming handhaaft zich ook op de vrijdag. En naar alle waarschijnlijkheid ook nog steeds op de zaterdag. Misschien dat er zondag een kleine verandering komt. Maar in het algemeen voorlopig dus aanvoer vanuit zuidelijke breedte. En dus aanvoer van hoge maximumtemperaturen. Vandaag een zonnig beeld met wat sluierwolken hier en daar. Maar actieve wolken, daarvoor moeten we naar de Britse eilanden en het westen van Frankrijk. Die wolken komen voorlopig nog even niet dichterbij. En hoge maximumtemperaturen. Deze temperaturen zijn geregistreerd rond een uur of twee vanmiddag. In de namiddag was het zelfs nog wat warmer, lokaal zelfs 35 graden. Nou, dat betekent dus ook dat het vanavond heel lang warm blijft. Temperaturen zo rond een uur of 10 dalend tot onder de 30 graden. En het blijft helder. Er staat een stevige wind, dat wel. Matig tot vrij krachtig uit het oosten tot zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur langzaam verder in de noordoostelijke helft van het land. Misschien nog net onder de 20 graden, maar op veel plaatsen 22 graden als minimumtemperatuur. Deze temperaturen zouden in de maanden juni en september bijvoorbeeld niet meer staan als maxima. Nou, morgenochtend loopt het kwik dan ook snel weer op. En we gaan flinke verschillen zien morgen. En dat heeft vooral te maken met de windrichting. Op veel plaatsen blijft de wind uit het zuidoosten waaien, maar in het westen van het land wordt de wind west tot noordwest. Betekent dat het kwik daar minder makkelijk oploopt. Het wordt nog wel 30 graden, maar tropische waarden vinden we vooral dieper landinwaarts tot zo'n 35, misschien wel 36 graden. Dat zijn heel hoge waarden voor de tijd van het jaar. In de namiddag en avond neemt van het westen uit de kans op een stevig warmteonweer toe. Daarbij kan ook hagel voorkomen en er kunnen windstoten optreden. Nou, tropische weer houden we nog eventjes vast. Want ook vrijdag komt de temperatuur op veel plaatsen in het binnenland aan 30 graden of iets meer. In de ochtend nog een onweersbui, daarna breekt de zon vaker door. Zaterdag hebben we zonnige periode en het warmt weer heel snel op. Het wordt landinwaarts 36 of 37 graden, op een enkele plek misschien nog wel warmer. Heel heet weer, ongekend voor Nederlandse begrippen. Aan het eind van de dag opnieuw van het westen uit kans op een regen- of onweersbui. Een stevig exemplaar opnieuw. En die buien verdrijven dan de ergste hitte, want zondag zakt de temperatuur onder de tropische grens. Ook dan nog een paar buien met vooral in het oosten kans op onweer. En dan vanaf zondag dit soort temperaturen. Eventjes een klein dipje, maar we blijven toch over het algemeen zo rond die 25 graden grens schommelen. En dat betekent dat het voorlopig tamelijk zomers van karakter blijft. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.